Goedendag, je kijkt naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Op de weerkaart van vanochtend vroeg zien we een groot regengebied boven de Britse eilanden liggen. Dat regengebied is in de loop van de dag ons land ingetrokken en dat zorgt ervoor het grijze, regenachtige weer. Als we de beelden in beweging zetten, dan zien we dat ook gebeuren. Dan zien we dat er vanavond een groot regengebied boven het land ligt, dan gaat het nog even wat harder regenen. En in de loop van de nacht trekt de regen dan langzaam weg en begint het op te klaren. Kan dan ook flink afkoelen. Kijken we naar morgen overdag, dan zien we weer een nieuw gebiedje met bewolking ons land naderen. Daar gaan enkele buien uitvallen en dat betekent dat we morgen een afwisseling hebben van zon en wolken en dus ook enkele buien. Morgen later op de dag wordt het droger en zaterdag trekken dan weer nieuwe buien over het land, waarna het zaterdagmiddag opnieuw beter weer wordt. Zowel morgen als zaterdag dus de beste omstandigheden. Trouwens interessant, dit is de kaart van zondag 0 uur En dan zien we dat een hoge drukgebied zich aan het opbouwen is En dat hoge drukgebied, dat trekt langzaam die kant op Stelt op zich niet heel veel voor Zorgt er wel voor dat het zondag en waarschijnlijk ook maandag In Nederland droog blijft met heel aardig weer Maar daar kom ik zo meteen nog op terug Eerst vanavond, dan hebben we dus met dat regengebied te maken Trekt van west naar oost, maar een groot deel van de avond zal nat verlopen Temperaturen zijn hoog, 9 graden maar liefst in de nacht komen er dan opklaringen. De regen trekt weg, en aan het einde van de nacht kan er in het zuiden weer een bui vallen. Minimaal liggen zo rond de 5 graden hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. En ook morgen overdag blijft het zacht. Het wordt een graad of 9. Daarbij zijn zonnige periode, er zonnige perioden, maar vallen dus ook buien. De meeste buien in de ochtend en het begin van de middag. En er kan een enkele keer onweer bij zitten of hagel, want de lucht is behoorlijk onstabiel. Kijken we naar het weer voor de dagen daarna. Dan zien we dat er zaterdag opnieuw enkele buien vallen. Maar, zoals al gezegd, in de middag neemt de buigheid af en gaat de zon flink schijnen. Zondag en maandag blijft het grotendeels droog. En de temperaturen die lopen op zaterdag nog een graad of 9. Zondag en maandag kan het plaatselijk 12 graden worden. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl